Hallo iedereen, ik ben Mathilde de Klerk en welkom terug bij een nieuwe Race Day video. Vandaag zijn we hier in Wiekenvorst. Ik heb hier vorig jaar ook gereden. Toen had ik niet echt supergoed gereden, toen was ik ongeveer 13e. Ik hoop dat ik vandaag beter ga doen. Het is nu ongeveer 3 uur voor de wedstrijd en nu ga ik het parcours gaan verkennen. Ik ken het parcours nog goed van vorig jaar. 85% is nog hetzelfde, maar ik zie dat er toch enkele veranderingen zijn gebeurd. Het is een heel bochtig parcours met veel draaien en keren. En in deze grasstrook is de enige moeilijkheid de balken, die na een bocht liggen en toch 40 centimeter hoog zijn. Ik probeer ze een paar keer en het lukt me goed om ze te springen. Verder loopt het parcours door een bos op voornamelijk single tracks. Het is een mooi parcours, maar zeer moeilijk om voorbij te steken. Ook liggen er veel boomwortels en is de ondergrond op sommige plaatsen zanderen. Zoals je ziet is de doorgang op sommige plaatsen zeer smal. Als je hier achteraan het peloton zit, zal het zeker opstroppen. Wanneer je vrij kunt doorrijden, is het natuurlijk wel goed te doen. Dus noods laat ik hier wat plaats vrij voor de renners voor mij tijdens de wedstrijd. Ik heb het parcours gedaan. Het is heel veel draaien en keren en korte bochtjes. Dus de start gaat super belangrijk zijn. Want alleen eigenlijk aan de start en een klein stukje erachter kun je deftige snelheid kwijt. Het is vooral heel smal en korte bochtjes, waardoor dat je weinig snelheid kunt maken. En als je achter iemand zit die niet zo rap gaat, gaat het heel moeilijk worden. Vorig jaar stond ik denk ik 3e of 4e rij in de start. Maar het ging open voor mij, waardoor dat ik 5 in het veld kon duiken. En ik hoop dat ik dat weer kan doen dit jaar. Nu ga ik me gaan inschrijven en hopen dat ik een goed lotje trek. Ik heb me ingeschreven, ik heb waarschijnlijk wel geluk gehad, want ik heb nummertje 28 getrokken, maar ik heb gezien dat de nummers gingen tot 200 en zoveel. Dus normaal gezien sta ik op de eerste of de tweede rij. Ik ga dat zeker nodig hebben hier vandaag. Het is ook immens warm, het is ongeveer 31 graden, dus het komt erop neer om heel veel te drinken. Het is nog 2 uur voor de wedstrijd, de D-renners gaan bijna starten en ik ga nu nog even naar hun wedstrijd kijken. De D-renners zijn oudere, ervaren renners die 2 uur voor ons starten. Ze starten in verschillende leeftijdscategorieën kort na elkaar. Ik vind het interessant om te zien hoe zij hun start en de eerste bocht nemen om daarna het veld in te duiken. In de cyclocross is er ook nog een speciale regel dat je geen bidon mag aannemen. Dus heb ik er eentje hier bevestigd vanachter. Ik steek die hier vanachter omdat als ik hem schouder, als hij hier zit, lukt dat niet zo goed. Als hij daar zit, is het iets of wat meer mogelijk. Maar ja, op dit parcours moet ik toch niet schouderen. Maar het is zeker belangrijk dat ik ietsje mee heb. We moeten ook altijd met de transponder rijden, zodat ze kunnen zien hoeveel snel we worden en op hoeveel seconden dat we geëindigd zijn. Ik zet hem altijd rond mijn rechter enkel. Hier. Dan onder mijn kous. Ik zet hem onder mijn rechter, rond mijn rechter enkel. Omdat ik altijd denk, stel voor de fotofinish. Dan hou ik mijn been altijd zo, om dat zo te doen. En je weet nooit dat ze niet goed het wiel hebben gezien. En dat ze naar de tijd kijken. En dan is deze enkel de rapper dan mijn andere enkel. Ik denk dat het iets puur mentaal is, maar toch, ik doe dat altijd. Het is nu een half uurtje voor de start. En nu ga ik me een beetje opwarmen op mijn rol. Ik warm een 10 minuten op mijn losse taxrollen. En trek enkele sprintjes, zodat mijn hartslag al een paar keer omhoog gaat. Om te wennen aan de wedstrijdomstandigheden die dadelijk komen. Nadat ik voldoende ben opgewarmd, begeef ik mij naar de startzone waar we nog rondjes rijden voor we worden afgeroepen om naar de start te gaan. Ik word inderdaad, zoals verwacht, tamelijk van voor afgeroepen en kan op de tweede startrij plaatsnemen. En we zijn vertrokken. Ik kan een goede start nemen en na ongeveer 150 meter zit ik in derde positie. Wij rijden langs de linkerkant van de weg, maar vlak voor het ingaan van de bocht schieten ons nog een pak renners langs rechts voorbij. Wanneer we het veld induiken zit ik in 12e positie. En vanaf hier wordt het zeer moeilijk om in te halen, iedereen zit nog fris. Het parcours is ondertussen volledig opgedroogd en ligt er zeer hobbelig bij. Bij de U-turn zie ik dat de Vlaams kampioen Thomas Verdonk op kop ligt, gevolgd door Brent Lippens. Op dit stuk gaat het razendsnel en is inhalen onmogelijk.
Wanneer we aan de eerste materiaalpost komen, sta ik al 10 seconden achterstand op de eerste renner. Maar we zitten nog allemaal goed in de wedstrijd voor de eerste plaatsen. Het zal erop aankomen om zo snel mogelijk op te schuiven. Zoals verwacht kan ik in het bos mijn snelheid niet kwijt. Het zal dus wachten worden op het eerste stukje weg om te kunnen voorbijsteken. Wanneer we uit het bos komen, sla ik erin om twee renners voorbij te sprinten en rijd ik naar het groepje vogels. Eenmaal uit het bos komen we terug op het grasveld en gaat het enorm snel. Vlak voordat we naar de balken gaan, kan ik nog een renner voorbij steken en ik zit nu op de 9e plaats. Ik word terug ingehaald, ik spring vlot de balken en rijd daardoor Engels voorbij die jammerlijk te val is gekomen tijdens het springen. Ik zit nu in het spoor van Dima Roos. We komen nu op de weg naar de aankomst en ik schuif terug een plaatsje op naar de 8e plaats. Een vijftal meter voor ons zie ik de 5e en de 6e in de wedstrijd rijden. Dima haalt de renner voor zich in en vlak voor de bocht lukt mij dit ook. Ik zit nu 7e. Bij het ingaan van de materiaalpost zijn we met een drietal die strijden voor de 5e plaats, maar ook de anderen volgen niet ver achter ons en daar zitten goede renners bij. Als ik nog vooraan in de wedstrijd wil geraken, moet ik nu mijn kans wagen en op de weg steek ik beide renners voor mij voorbij en probeer ik naar de kop van de wedstrijd te rijden. Deze hebben al een 20-tal seconden voorsprong, dus dit zal zeer moeilijk worden. Ik blijf een hele ronde aan de stuk al 7, maar ik merk dat ik niet echt dichterbij kom. Op de technische stukken neem ik telkens wat voorsprong, maar op de rechte stroken kunnen de sterke jongens me telkens terug bijbenen. Ik kom duidelijk nog altijd wat kracht tekort. In de voorlaatste ronde komt Daan Willemsen mij voorbij. Ik maak een klein foutje in de bocht en hij rijdt van mij weg. In mijn spoor volgen Lars Bortjes, Dario Ingels en Toon de Peuter. Een eind verder steken zij me voorbij op de weg en ik probeer een spoor te volgen. In het bos steken we Brent Lippens voorbij die vooraan in de wedstrijd wegviel door pech. Ik heb het op mijn adem getrapt en moet het groepje voor mij laten gaan. Ik zit nu op de 8e plaats. In de laatste ronde kom ik er terug wat door, maar ik slag er niet meer in de renners voor mij in te halen. Ik finish als 8e van de 45 deelnemers. De wedstrijd zit erop, ik ben 8e geworden. Het was enorm last door de hitte. Je mocht geen bidon aannemen, dus mijn bidon was ook gewoon leeg. Dat water was ook direct warm. En het was heel moeilijk om in te halen ook, want ik had een goede start. Ik denk dat ik 3e zat of zo. Maar dan kwamen ze allemaal in de binnenkant van de bocht mij nog voorbij. Dus zat ik 10e of 12e of zo. En dat was toch wel echt moeilijk om in te halen. Ik denk niet dat de uitslag veel anders ging geweest zijn. Moest ik meer vooraan zitten dan met de start. Ik ben redelijk tevreden van mijn wedstrijd. Bedankt allemaal om te kijken. En niet vergeten, like en subscribe!